vader die 4 jaar lang zijn dochtertje niet mocht zien. En hoe Nederlanders en Willy Bird genieten op het zonovergoten eiland Curaçao. Soms zenden we ook hele dramatische reportages uit, zoals over Tony Philips uit Limburg. Hij was getrouwd, kreeg samen met zijn vrouw een dochtertje. Bij de scheiding ging het dochtertje naar zijn vrouw, maar toen zijn ex overleed, werd het dochtertje toegewezen aan oma. En al jaren vecht Tony tot nu toe tevergeefs om zijn eigen dochtertje te mogen opvoeden. Een gewoon straatbeeld op een gewone zaterdagmiddag. Maar zo gewoon is dat niet voor Tony Philips. Al jaren heeft hij zijn dochtertje niet mogen zien. Zijn dochtertje woont nu bij de moeder van zijn ex-vriendin. En volgens Tony verbiedt oma ieder contact. Mijn dochter betekent alles voor me. En het is gewoon mijn allergrootste wens om mijn dochter gewoon nog een keertje te mogen zien. Die omgang te mogen hebben. Door een dramatisch ongeval overlijdt zijn ex-vriendin op jonge leeftijd en verliest het kind haar moeder. Tot overmaat van ramp wordt Tony zelf door kanker getroffen en verkeert hij in ernstige onzekerheid over het weerzien met zijn dochter. Ik heb verleden jaar ben ik geconfronteerd geworden met kanker. En dan denk je gewoon, je bent je kind zien. Gewoon. U bent bang dat u misschien nog dood gaat ook. Nou, er is een stukje onzekerheid gecreëerd, ja, daardoor. Tony was niet met de moeder van zijn kind getrouwd. Daardoor kreeg oma de voogdij. Oma doet er alles aan om te zorgen dat Tony zijn eigen kind niet ziet. Inmiddels is het dossier duimendik geworden en zijn er vele instanties bij betrokken. Ook werd er getwijfeld of Tony de echte vader is. Na een bloedtest bleek dit wel het geval te zijn. Daardoor kreeg Tony in 1995 een omgangsregeling met zijn dochter. Maar deze werd dankzij oma in 1997 alweer stopgezet. Volgens Tony gebruikt oma vele argumenten om het contact tussen hem en zijn dochter te dwarsbomen. Zo beweert ze onder meer dat hij zijn dochter in zijn eigen omgeving seksueel misbruikt zou hebben. Is uw dochter laten misbruiken? Nooit, door niemand niet. Dus als oma dat zegt, dan liegt ze? Dat staat buiten kijf. Tijd voor Willy Bird om zelf op oma af te stappen. Willy Bird wil in deze zaak graag bemiddelen. Dat zometeen. En ook een wat luchtig onderwerp, het goede leven op Curaçao. De week van Willy Bird. Zometeen, hoe Nederlanders en Willy Bird genieten op het zonovergoten eiland Curaçao. Willy Bird is samen met Tony, die zijn dochter al 4 jaar niet heeft gezien, op weg naar oma. Zij beschuldigt hem van seksueel misbruik. Tony ontkent dit pertinent. Ik heb het recht om mijn kind te zien. En al die smoesjes. Dat houd ik ook niet tegen, echt niet. Nou, dan vind ik dat het nu tijd wordt. Ik heb mijn dochter al 4 jaar lang niet gezien. En daarvoor confronteer ik u nu. Dus hij zou zijn eigen dochter bij mensen hebben gebracht die het kind seksueel misbruikt hebben. Wat zegt u daarover? Nou, ik ben hier gewoon kapot van dat ze zoiets doet. En dat werd Tony, overmand door emoties, echt te veel. Want weer beschuldigde oma hem van seksueel misbruik. En door deze beschuldiging mag Tony zijn kind niet zien. Toch wil Willy Bird weten of er aangifte van deze beschuldigingen is gedaan tegen Tony. Er is ook een geruchtenstroom geweest van dat hij en zijn kennissen dochtertje misbruikt zouden hebben. U heeft het onderzocht, wat is de conclusie daarvan? Er hebben ons wel signalen in de tijd bereikt. En die signalen hebben wij onderzocht, daar hebben wij onderzoek naar ingesteld. En daar is van de stap af feit is toen niet gebleken. Oké, bedankt. Ja, dat is heel duidelijk. Bedankt. Veel succes. Vervolgens gaan Willy Bird en Tony naar de kinderbescherming, die uiteindelijk beslist of Tony zijn kind mag zien. Alleen u, meneer Willy Bird, voor de rest even niemand erbij. Gewoon tot er eventjes heel nuchter. Nee, maar ik ben de vader. Terwijl Willy Bird met de directie praat, wacht Tony gespannen af. Ze waren heel vriendelijk en ze zullen de zaak heel serieus onderzoeken en morgen hoort van. S'avonds koestert Tony de mooie momenten die hij ooit met zijn dochter had. De volgende dag belt de directeur van de kinderbescherming. Als oma zegt van ik heb er geen bezwaar tegen dat de vader zijn dochter weer ziet, dan heeft u er in principe ook geen bezwaar tegen. Nee, goed, en als oma geen bezwaren heeft en als de anderzijds ook geen, zeg maar vanuit een neutrale hoek ook geen bezwaren zijn, dan zullen wij ons daar niet tegen verzetten.
Het is inmiddels een jaar geleden. Willy Bird is zeer nieuwsgierig hoe het nu gaat met Tony en of de reportage geholpen heeft. Hi. Hey, goeiedag. Goed zo. Ja, het is nou intussen een jaar geleden bijna, hè? Ja. Dat we bij u waren. Hij lacht. Hoe is het nou met u? Het gaat ontzettend goed. Ontzettend goed? Ja, heel goed. En wat iedereen natuurlijk wil weten is, heb je je dochtertje nou gezien of niet? Mijn dochter heb ik pas geleden voor de eerste keer gezien, ja. Oh, dus ja. Het is gelukt? Het is gelukt, ja. Dus ja, de reportage heeft toch wel enigszins zin gehad? Ja, dat zeer zeker. Maar hoe voelt u zich nou? Nou, ik denk dat ik de gelukkigste vader van de hele wereld ben. Echt waar? Ja, echt waar. Ja, fantastisch is dat, hè? En u zult haar ook vaker mogen zien? Ja, dat is in de bedoeling. Nou, top. Helemaal top. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja. Fijn dat we toch een mooi resultaat hebben behaald. Dank je. Kijk, we lachen wat lief, hè? Ja, dat is voor ons ook heel ontroerend eerlijk gezegd. Dat je toch door het tv-programma mensen enorm kunt helpen. Ja. Hey? Ja, prachtig. Dank je wel. De laatste jaren is Curaçao regelmatig in ons land negatief in het nieuws. En vooral de bewoners, de Nederlandse bewoners in Curaçao, zijn dat spuugzat. En daarom benaderen ze mij, nou liever gezegd smeken ze mij, of ik een keer naar Curaçao wilde komen om te zien dat het een fantastisch eiland is. En met tegenzin ging ik op pad. Curaçao, een tropisch paradijs. Een eiland dat alles heeft om een fantastische tijd te hebben. Voor jong en oud. Maar wat vinden de toeristen van dit eiland? Hoe vind jij het hier? Leuk. Hé? Hey? Leuk. Ja, erg leuk. Erg leuk? Ja. Is het nou zin? Ja, ontzettend. Nee, nou weg hè. Hoe vindt u het hier? Prachtig. Echt? Ja, zeker weten. Dan hoor je soms van die rotverhalen over Curaçao. Hm? Nou, dat valt dus wel mee, hè? Ja? Nee, dat heb ik niet. Oké. Dan moet je ergens anders bij wezen, niet bij mij. Ook Mark en Eva van der Valk, die hier een hotel runnen, begrijpen de negatieve verhalen niet. Nou, u bent eigenlijk heel boos geloof ik op Nederland, hè? Ja, een beetje wel. Waarom? Nou, omdat ze denken in Nederland dat wij hier crimineel zijn, dat we ongezellig zijn en dat we met z'n allen chagrijnig zijn. En dat is helemaal niet zo. Wat hoe is het eiland dan wel? Het eiland is supergezellig, het is één groot feest hier. Nou, met z'n allen. Laat maar gelijk beginnen dan. En inderdaad, het is één groot feest op Curaçao. En gezellig is het zeker. Ideaal zou je zeggen. Maar hoe is het om hier te wonen? Het leefklimaat, de mensen, je hebt vrienden. Nee, ik ben net weer geweest met vakantie. Wilt u nog een nieuwe vriend hebben? Ik heb? Ja. Zeker weten, als mijn man het goed vindt, dan gaan we er samen vandoor. Waarom is Curaçao zo leuk? Het is gewoon hartstikke fijn. Hele leuke mensen, een heerlijke sfeer, fantastische baaien. Ik woon hier 18 jaar en mijn hart ligt hier. Het Nederlandse sfeertje in de tropen, de krant 's ochtends, de kroketten, de bitterballen. Je hebt gewoon en toch alles. Mooi weer. Je hebt alles. Ik ben hier heel gelukkig. Omdat ze hier betere bitterballen hebben dan in Nederland. Nou, niet voor de seks. Dat het eiland van alles te bieden heeft, zie je meteen. Ook deze horeca-ondernemer is het hiermee eens. Al meer dan 10 jaar woont en werkt hier met veel plezier op Curaçao. Het is hier gewoon super op het eiland. Dan moet ik naar Nederland, dan kijk hier. Het is nu 10:30 s'avonds en het is nog steeds 29 graden. We gaan daar samen een biertje drinken. Ja, onder een palmboom. Ik drink niet tijdens mijn werk. Maar was ik even vergeten, kut. Ja, dat was ook Willy Bird even vergeten, dat hij niet drinkt tijdens zijn werk. Allerlei soorten Nederlanders wonen en werken hier, ook tandartsen. U bent al 14 jaar hier, ja. Waarom het kort aan? Ja, omdat de kwaliteit van het leven hier voor mij geweldig is. Zoiets zou ik in Nederland niet kunnen krijgen. Maar was er nog meer waarom u zo hier gelukkig bent? Ik denk dat voor mij ook belangrijk is dat de hele manier van omgaan van mensen met elkaar wat gemoedelijker is dan in Nederland. Ik kwam zelf vlak aan de hoe komt het dan toch dat er zoveel geruchten zijn en verhalen dat het hier zeer onveilig is? Ik ben bang dat er een heel aantal mensen die wat criminele achtergrond hebben en inmiddels in Nederland zitten, die geven natuurlijk toch een slechte naam aan het eiland. Ook hotel-eigenaar Mark van der Valk is het hier absoluut mee eens. Het is minder gevaarlijk, het was minder gevaarlijk, het is nu nog minder gevaarlijk. Maar is het hier nou niet een beetje een PR-praatje te houden? Nee, absoluut niet. Want als het crimineel zou zijn, zou ik hier niet zijn. Oké, partytime. Om te laten zien hoe gezellig het is op het eiland, wordt Willy Bird uitgenodigd op een echt Nederlands feestje.
als de avond valt, wacht hem een zeer tropisch buffet. Hutspot met bal. Curaçao is fantastisch, omdat Curaçao kansen geeft. De mensen moeten gewoon komen kijken. In Nederland leef je en hier heb je leven. Wat bedoelt hij nou? Oké, wel. Ga je goed. In Nederland wil je geleefd, je hebt je leven. Wat? In Nederland wil je geleefd, je hebt je leven. Inderdaad, maar de avond is nog jong. Het nachtleven van Curaçao barst los. En Willy Brood geniet hier tot in de vroege uurtjes. De volgende dag doet Willy Brood het wat rustiger aan. Het is hier werkelijk genieten. Het blijft voor Willy Brood een raadsel waarom er zo negatief over Curaçao wordt gesproken. Eva van der Valk, moeder van 5 kinderen, is hier dolgelukkig. Wat vindt u van al die kritiek dat Curaçao een kloteiland is? Absoluut onterecht. Ik vind het zo jammer. Ik heb vele locaties gezien op de wereld, maar er is er niet één zo mooi als Curaçao. Absoluut. Je hebt hier gewoon werkelijk alles. Willy Brood gaat op pad om dat te bekijken en maakt een rondje over het eiland. Hij komt zelfs een golfbaan tegen. Willy Brood zou Willy Brood niet zijn om daar geen gebruik van te maken. Meteen slaat hij zijn slag. Ja, genieten is het hier absoluut. Zeker voor een vakantie. Maar er zijn ook mensen die alles in Nederland achterlaten om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Zo ook Hans, die een duikschool op Contiki runt. Je hebt in Holland alles opgegeven, hè? Ja, om hier te wonen. Om hier te wonen. Maar waarom? Een stukje avontuur. Een stukje zelfstandig willen zijn. Op Curaçao. Ja? En natuurlijk het onderwaterleven wat je hier aantreft. Hoe zou je dat leven hier op Curaçao willen omschrijven? Het is een superleven hier. Het is heel relaxed. En je moet af en toe hard werken, maar dat compenseer je door alle heerlijkheid die je hier kunt vinden eigenlijk op het eiland. Ja, het is een klein beetje de hemel op aarde. Dat is het. Echt waar, hè? Echt. En het is zeker een paradijsje. Zeker voor duikers. De onderwaterwereld is hier prachtig. Maar alle waterfanaten komen hier aan hun trekken. Zo kun je op Curaçao fantastisch zeevissen. Maar ook de snelheidsduivels zijn hier helemaal in hun element. Ook Ton Leeflang voelt zich hier helemaal thuis. Na jarenlang het populaire Amsterdamse café The Shorts of London gerund te hebben, verliet hij Nederland om hier een nieuwe zaak te beginnen. Is het nou moeilijk om zaken te doen hier? Het is moeilijker dan in Nederland. Je moet constant iets nieuws brengen en iets leuks brengen. Kijk, we hebben twee restaurants. Om je hoofd boven water te houden. Ja. Maar ondanks dat weet hij één ding zeker. Ik zou niet meer terug willen naar Nederland. Wat weet je wel? Nee, meen ik het. Want hoe vindt u het hier? Ik heb het hier super naar mijn zin. Wil je wat drinken? Nou, we moeten lang wachten, vind ik eerlijk gezegd. Nou, jij bent me steeds van, jij moet dit en jij moet dat en jij moet zus. Wat willen jullie? Wat willen jullie drinken? Nou, daar hebben we alles in het internet. Je kunt pakken wat je wil. Allemaal bier? Ja, en een rapido. He? Je bent echt een Italiaan geworden, weet je wel. Vind een beetje op, jij. Wil jij zeggen dat je een beetje op? Tot zover de week van Willy Brood. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Ja? Hey. Is u onrecht aangedaan? Staat u voor gesloten deuren? Of heeft u een tip? Neem dan contact op met de Week van Willy Brood.